118 agenten konden zonder screening van de IVD bij de politie aan de slag. En bij vertrouwelijke informatie. Blijkt het onderzoek van de politie na de affaire van politiemol Mark M. En verder in nieuws vandaag. 14 doden bij een schietpartij in een zorgcentrum in Californië. En beurzen in het rood na maatregelen van de Europese Centrale Bank. Goedenavond. De affaire met de politiemol Mark M. heeft een staartje gekregen. Want veel meer medewerkers van de politie blijken nu bij vertrouwelijke dossiers te kunnen zonder dat ze gescreend zijn. Het gaat om 118 medewerkers, meldt minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. We gaan naar verslaggever Theo Verbrugge in Den Bosch. Theo, jij hebt de zaak gevolgd. 118 agenten, dat zijn er wel veel. Ja, dat is ook echt veel. Dat is 10% van het aantal agenten dat in Nederland bij geheime informatie kan. En dat door een fout, omdat ze niet gescreend zijn. Ik moet er wel een kanttekening bij maken, want dat wil niet zeggen dat ze alle 118 politiemollen zijn, zoals een Mark M., waar hier onderzoek in Den Bosch naar gedaan wordt. Het wil niet zeggen dat ze corrupt zijn. Dat moeten we daar wel bij aantekenen. Maar wat gaat er nu met deze 118 agenten gebeuren? Nou, ongeveer de helft moet tijdelijk in een lagere functie, een andere functie, zodat ze niet bij die geheime informatie kunnen. De politietop noemt dat zuur voor ze door een politiefout. En een aantal agenten die blijft wel op die functie zitten, omdat ze simpelweg onmisbaar zouden zijn. Maar ze krijgen geen inlogcodes meer. Dat betekent dat ze niet tijdelijk bij die geheime informatie kunnen. Wat wel gaat gebeuren is dat alle 118 met voorrang gescreend gaan worden. Ja, dus dat gaat snel gebeuren. En dan was er ook nog nieuws over de politiemol, hè? Mark M. zelf. Ja, Mark M., de politiemol, daar is vandaag meer informatie naar buiten gekomen. Hij had van tientallen strafzaken die hier behandeld worden in het zuiden de informatie. Men weet nog niet precies wat ermee gebeurd is. Ook enigszins geruststellende mededelingen. Hij had een warme band met Oekraïne. Zijn vrouw kwam daar vandaan en kort voor zijn aanhouding is hij daar nog geweest. Ik ben even afgeleid, dat zul je begrijpen. Hij is in de Oekraïne geweest, maar is voor zover bekend geen informatie doorgespeeld. Meer hierover. Vanuit dit gebouw van de politie, in de buurt van Eindhoven, haalde Mark M. de geheime informatie. Het was destijds zijn werkplek. Hij had een abonnement op nieuwe informatie over criminelen. Automatisch kreeg hij alle gegevens uit de laatste politieverhoren en onderzoeken toegestuurd. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij in tientallen onderzoeken bevragingen heeft gedaan. Daar richt het onderzoek zich onder andere op. En op dit moment loopt het onderzoek nog door naar wat hij met die informatie heeft gedaan. Heeft hij die doorgespeeld? In welke omvang heeft hij die doorgespeeld? En heeft dat dan ook schade toegebracht aan onderzoeken? Volgens justitie heeft hij voor zover bekend geen informatie gelekt naar zijn contacten in Oekraïne. Hij beschikte dan ook niet over de meest gevoelige informatie. En dat betekent dat hij geen toegang had tot hele geheime informatie met betrekking tot bijvoorbeeld infiltranten, informatie van de criminele inlichtingeenheid. En ook weten we zeker dat hij niet bij informatie kon van het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met de MH17. Dat is op een veilige plek weggeschreven waarbij hij niet kon. Nou, Mark M. en zijn handlanger zullen over ongeveer een maand hier in Den Bosch terecht staan. Maar ze werken niet echt mee. Ze zwijgen allebei als het graf. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht. Nou, één ding is in ieder geval duidelijk geworden. Mark M. is voorlopig nog het grootste lek bij de politie. Dankjewel, Theo. Eén dag na een bloedige schietpartij in San Bernardino in Californië is nog altijd niet duidelijk wat het motief was van de daders. Gisteravond drongen twee schutters in militaire uniformen een zorgcentrum voor gehandicapten binnen en schoten om zich heen. Er was een bedrijfsfeest aan de gang. 14 mensen kwamen om het leven. 21 mensen raakten gewond. Opnieuw worden de Amerikanen geconfronteerd met het vreselijke nieuws van een massale schietpartij, de 353ste van dit jaar. En stellen ze de vraag of het gaat om een conflict op de werkvloer of om terrorisme. Waarom kwam de 28-jarige Syed Farouk gisteren naar het bedrijfsfeest van zijn afdeling en liep hij kwaad weg, zonder jas, om zwaar bewapend en in militaire kleding terug te komen? We believe the suspects, when they entered, fired somewhere between 65 and 75 rounds from their rifles at the scene. De andere dader was zijn vrouw.
Hun baby van 6 maanden lieten ze achter bij een oma. In de zaal zijn explosieven gevonden. Dat wijst erop dat ze zoveel mogelijk slachtoffers wilden maken. De twee schutters zijn na de schietpartij weggevlucht met deze auto. In een plaats in de buurt kwam de politie ze op het spoor. Bij het vuurgevecht dat volgde werden ze gedood. Hun huis in een buitenwijk is doorzocht. President Obama wees opnieuw op het gemak waarmee kwaadwillenden aan wapens kunnen komen. We're going to have to, I think, search ourselves as a society to make sure that we can take basic steps that would make it harder, not impossible, but harder for individuals to get access to weapons. Maar de zoveelste schietpartij leidt ook tot cynisme bij sommige Amerikanen. I do have an opinion, and that is, as a country, we've decided that lax gun ownership and not good mental health care is going to be the way we're going to keep doing things. And so I've grown somewhat numb to these shootings because they happen every day. We praten verder met correspondent Arjen van der Horst in San Bernardino. Ja, Arjen, is er al iets meer bekend over het motief van de daders? Ja, er zijn nu toch steeds sterkere aanwijzingen dat dit wel een terroristische aanslag was. De verdachte, een moslimstel, leken bijzonder goed voorbereid. Ze hadden meerdere wapens bij zich. Ze droegen professionele kleding, zoals je die ook ziet bij speciale arrestatieteams. Ja, en ze hadden een vluchtplan. En zojuist heeft de politie hier een persconferentie gegeven en die bevestigt dat beeld alleen maar. Die vluchtauto bijvoorbeeld was 3 dagen geleden al gehuurd. En bij huiszoekingen trof de politie ook 12 staafbommen en ander bommateriaal aan. En CNN meldt op basis van inlichtingendiensten dat een van de verdachten, Sayoud Farouk, dat hij geradicaliseerd was en contact had met buitenlandse terreurverdachten. Toch wil de politie nog niet de conclusie trekken dat dit een terreuraanslag is. Ook omdat er wat afwijkende elementen waren. Je hoorde het al, hè? Het waren niet willekeurige slachtoffers. Het waren zijn collega's, hè, van deze meneer Farouk. Het was tijdens een kerstlunch waar hij zelf eerder aanwezig was en waar hij boos was weggelopen. En dus zegt de politie, misschien speelden ook andere motieven een rol. Een arbeidsconflict bijvoorbeeld, of misschien wel een combinatie van motieven. Arjan, ik kom zo bij je terug. In Amerika is er dus gemiddeld elke dag wel een schietpartij waarbij meer dan 4 doden of gewonden vallen. Dit jaar waren er alleen al meer dan 350 schietpartijen. En dit waren de meest opvallende. Op 17 juni werden 9 mensen doodgeschoten in een zwarte kerk in Charleston. 16 juli, een schietpartij in een kantoor van de marine in Tennessee. 5 doden. En op 1 oktober was het raak op een school in Roseburg. Daar vielen 10 doden. En gisteren dus die 14 doden in San Bernardino. En Arjen, bij elke schietpartij barst dan ook weer die discussie los, hè, over het wapenbezit in Amerika. En dat is nu niet anders. Dat is nu niet anders en die discussie is bijna even voorspelbaar als de frequentie waarmee schietpartijen in het land plaatsvinden. Vrijwel meteen nadat het nieuws over de schietpartij bekend werd, kwamen de Democraten met een reactie. Je hoorde ook al president Obama. Zij roepen op tot strengere wapenwetten, meer controle. Ja, de Republikeinen die zijn een stuk stiller, die zien dat eigenlijk helemaal niet zitten. Maar als straks blijkt dat het inderdaad een terroristische aanslag was, ja, dan zal dat debat weer een hele andere wending krijgen. En president Obama wees er ook op hoe schizofreen Amerika eigenlijk is als het gaat in de aanpak van verschillende dreigingen. En hij wees op de no-fly list die bestaat in Amerika. Er zijn duizenden Amerikaanse burgers die op deze lijst staan die niet mogen vliegen van de overheid omdat ze als een terreurgevaar worden gezien. Maar dezezelfde mensen op die lijst, die kunnen hier wel zo een winkel binnenlopen en een wapen kopen, legaal. Sterker nog, de afgelopen jaren hebben volgens de overheid ook 2000 mensen die op die lijst stonden ook dat werkelijk gedaan. Nou, en volgens Obama moet Amerika een antwoord vinden op deze spagaat. Arjen, dank je. Een duurdere euro en flink dalende koersen. Beleggers waren duidelijk teleurgesteld vandaag in de nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank om de economie in Europa te stimuleren. De ECB besloot om nog eens 360 miljard euro in de economie te pompen. En een belangrijk rentetarief voor de banken, de depositorente, ging omlaag naar min 0,3%. Eva Wiesing in onze studio. Ja, eerst maar eventjes, zoveel geld, hè? Waarom doet de ECB dat?
Het gaat gewoon nog niet zo goed met de economie in Europa. En de gedachte is dat als je er dan veel geld in stopt, dat bedrijven dan makkelijker kunnen lenen, gaan investeren, mensen gaan aannemen en die mensen gaan weer meer geld uitgeven. En zo zwengel je de economie aan, simpel gezegd. Maar het gaat nu wel om heel veel geld als je alles bij elkaar optelt. Want onder leiding van Mario Draghi is de centrale bank in Frankfurt dit jaar begonnen al om leningen op te kopen van landen en bedrijven op de financiële markten. Tot september volgend jaar pompen ze op deze manier voor een bedrag van ruim 1100 miljard euro in de economie. Nieuw geld dat de ECB hiervoor als het ware bijdrukt. Nou, en vandaag besloot de ECB dus om dat opkoopprogramma te verlengen. In elk geval tot maart 2017. Dat betekent dat de centrale bank er nog zeker 360 miljard euro tegenaan gooit om de economie in Europa te stimuleren. Alles bij elkaar dus 1500 miljard euro. Veel geld en toch reageerden de financiële markten teleurgesteld. Hij kwam met een brede lach binnen, bankpresident Mario Draghi. Natuurlijk, het gaat nog niet goed met de economie in Europa, maar de ECB zit er bovenop. Het opkoopprogramma werkt. Er moet alleen een tandje bij. We are doing more because it works, not because it fails. We want to consolidate something that's been a success. Maar de financiële markten hadden duidelijk meer vuurwerk verwacht. Men verwachtte natuurlijk dat de ECB zou komen met een heel mooi pakket. En daar is, dat is niet gebeurd. Ze hadden gedacht dat Draghi nog meer geld zou uittrekken om de economie te stimuleren en ook andere rentetarieven zou verlagen, om zo het lenen goedkoper te maken. Als die feiten naar buiten komen, dan zie je zo'n markt in elkaar klappen. Want dan is het opeens, dan wordt de duidelijkheid. Dan krijg je een duidelijkheid wat er gaat gebeuren, hoe de toekomst eruit ziet. Dan zie je dat die beleggers afscheid nemen. Nog tijdens de persconferentie van Draghi schoot de Amsterdamse beurs in de min. En de euro werd ineens een stuk duurder ten opzichte van de dollar. Maar Draghi leek niet onder de indruk. The cut we decided today is adequate. Period. Ja, zei hij. Maar beurs omlaag, euro duurder, dat was niet de bedoeling. Dat denk ik ook niet. Maar hij heeft het toch een beetje aan zichzelf te wijten. Want Draghi heeft de afgelopen weken een paar keer laten doorschemeren dat hij vandaag met flinke maatregelen zou komen. Terwijl hij wist dat de bankpresidenten in het noorden van Europa, Duitsland, maar ook onze eigen bankpresident Klaas Knot, daar helemaal niet voor zijn. Want die vinden het gevaarlijk. Al dat geld, dat stimuleert te veel de effectenbeurzen. En het komt niet terecht bij de burgers en bij de bedrijven, zeggen ze. Die hebben kennelijk op de rem gestapt. En ja, dan zijn de beleggers teleurgesteld. Maar ja, koersen kunnen ook weer omhoog gaan, hoor. Eva, dank je wel voor nu. Ja, geen doodslag, maar moord. Dat kreeg de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius vandaag te horen bij het Hoge Rechtshof. Eerder was hij veroordeeld voor dood door schuld. Toen kreeg hij 5 jaar cel. Mag hij sinds een paar maanden zelfs zijn straf thuis uitzitten. Maar dat is onterecht, zegt het Hof nu. De kans is groot dat hij nu een hogere straf krijgt. De man om wie het draait was er vandaag niet bij. De moeder van het slachtoffer, Riva Steenkamp, was er wel. De gehandicapte atleet schoot zijn vriendin, Riva Steenkamp, in 2013 op Valentijnsdag dood toen ze 's nachts op de wc zat. Pistorius heeft altijd gezegd dat hij dacht dat een inbreker zich had opgesloten in het toilet. Maar volgens de rechter doet het er niet toe of hij wist wie er achter de deur zat. Toen hij schoot, had hij kunnen weten dat hij iemand zou doden. The accused's conviction and sentence on count one are set aside and replaced with the following. Guilty of murder, with the accused having had criminal intent in the form of dolus eventualis. The matter is referred back to the trial court to consider an appropriate sentence afresh. In tegenstelling tot voorgaande zittingen is er nu wel blijdschap bij de familie van het slachtoffer. En die blijdschap beperkt zich niet alleen tot deze familie. Veel Zuid-Afrikanen waren verbaasd over de lage straf die Pistorius in eerste instantie kreeg. Now today's judgment I think goes back goes far in making sure that people cannot just kill other people and then claim self-defense and give all false reasons. This justice has been served, my brother. De atleet is sinds oktober op vrije voeten. Hij mocht zijn straf thuis uitzitten. Hij had zijn leven weer opgepakt. Maar het lijkt erop dat hij binnenkort dit verblijf weer moet inruilen voor deze cel. In januari bepaalt de rechter hoe lang hij moet zitten.
Mohammed B. heeft de moord op Theo van Gogh in 2004 alleen gepleegd, blijkt uit het onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Dat Mohammed B. hulp zou hebben gehad, werd eerder gesuggereerd door de leidinggevende officier van justitie in Eén Vandaag. Dat leidde tot Kamervragen. Vandaag is het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat anderen bij de moord waren betrokken. En ook was niemand van het moordplan op de hoogte. De Russische president Poetin haalde vandaag hard uit naar Turkije. Hij deed dat in zijn jaarlijkse toespraak in het Kremlin. We еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Sinds Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot, loopt de spanning tussen de landen steeds verder op. Het bestuur van de FIFA is akkoord gegaan met voorstellen voor hervorming van de Wereldvoetbalbond. Zo mag de FIFA-voorzitter volgens de nieuwe regels hooguit 12 jaar aanblijven. En ook moeten er minimaal 6 vrouwen in de top komen. In februari wordt er over de plannen gestemd. Er komt geen verbod op de kiloknaller. De PvdA wilde een verbod op stunten met de prijzen van vlees. Veel partijen vonden dat een goed plan, maar staatssecretaris Van Dam ziet er niets in. Volgens hem leidt het niet tot betere omstandigheden voor dieren. Grote overstromingen in Zuid-India. Meer dan 250 mensen zijn verdronken. Duizenden mensen moesten hun huis verlaten. Duikers en militairen zijn ingezet om mensen weg te halen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen door de wateroverlast. Het was een pittige discussie in het Britse parlement, maar uiteindelijk kreeg premier Cameron wat hij wilde. Toestemming voor het bombarderen van IS in Syrië. Een paar uur daarna begonnen de bombardementen. Vanaf een militaire basis op Cyprus vertrokken de Britse tornado's. De gevechtsvliegtuigen bombardeerden vannacht olievelden in Oost-Syrië. Eenvoudig is de operatie niet, zegt premier Cameron. But we're going to need to be patient and persistent. This is going to take time. It is complex. It is difficult. What we're asking our pilots to do, and our thoughts should be with them and their families as they commence this important work. Vanuit Schotland kwam er vanmiddag versterking naar Cyprus. Van daaruit zullen ook deze toestellen worden ingezet voor luchtaanvallen op Syrië. Ja, nu de Britten dus bombarderen in Syrië, wordt er ook weer naar Den Haag gekeken. Tot nu toe wil het kabinet er nog niet aan. Er is nog te veel onduidelijk over hoe het daarna verder moet in Syrië. Vanavond praat de Tweede Kamer erover. We gaan naar Den Haag, naar Ron Vrezen. Ja, wordt de druk op Den Haag groter en groter, Ron? Ja, zeker. Want kijk maar wat er om ons heen gebeurt. De Britten bombarderen nu. De Fransen hebben ons gevraagd na de aanslagen in Parijs om meer te doen. Achter de schermen worden er gesprekken gevoerd met de Amerikanen. Het is aan de andere kant ook weer niet zo dat nu de hele wereld naar Nederland zit te kijken. Wachten tot hier een besluit valt. Dat zou trouwens ook raar zijn, want we doen natuurlijk al veel in Irak. Maar de vraag wordt wel ook steeds meer of dat allemaal militair wel zo efficiënt is wat we daar doen. Ja, want wat is er dan niet goed aan? De hoogste baas van het leger was vandaag in de Tweede Kamer. Die sprak toch wel harde woorden. Die zei, ja, we zijn in Irak wel bezig met het bestrijden van het symptoom van een ziekte. Maar niet met de ziekte zelf, want die zit in Syrië. We gooien bommen in Irak op IS-strijders, maar daar komen dan weer nieuwe strijders voor in de plaats. Dat zijn dan dure bommen, zei een Kamerlid. Terwijl wat de Britten doen bijvoorbeeld, olieinstallaties bombarderen, veel effectiever zou zijn omdat IS daarvan leeft. Goed, er wordt dus over gepraat. Denk je dat er binnenkort een besluit gaat vallen? Je voelt aan alles dat dat besluit wel steeds dichterbij komt, maar de twee regeringspartijen zijn er nu nog niet uit. De Partij van de Arbeid zegt, ja, op zich zijn we niet tegen bombarderen, maar wat dan daarna? En de VVD zegt, ja, wij vinden zo'n politieke oplossing voor Syrië natuurlijk ook belangrijk, maar moeten we daar eindeloos op blijven wachten, terwijl de militair nu alle reden is om toch daar in actie te komen? Ja, wij denken dat de coalitie die IS bestrijdt, niet alleen in Irak, maar ook in Syrië steeds groter wordt. Nederland bombardeert wel in Irak.
niet op de aanvoerlijnen vanuit Syrië. En wij zouden het logisch vinden vanuit militair standpunt om dat ook te gaan doen. En dat vonden we en dat vinden we. Voelt u de priem in de ogen van de wereldgemeenschap al in de rug? Al een tijdje. Het is logisch. Iedereen wil ISIS verslaan. Iedereen wil ISIS bestrijden. Dat doen wij dus ook in Irak. En we kijken naar alle mogelijkheden om dat uit te breiden. Maar altijd doordacht. Alleen bommen gooien lost het probleem niet op. Je zult ook meer moeten doen. En voor dat meer heb je ook iets van een politiek antwoord nodig. Daar heb je meerdere bondgenoten voor nodig. Die moeten met elkaar samenwerken. Nou, dat groeit nu langzaam, maar het is er nog niet. Nee, het is er nog niet, maar dit is wel zo'n onderwerp waar het er ineens zomaar wel kan zijn. Maar vanavond dus in ieder geval nog niet. Ron, dank je. Europa vond het een van de belangrijkste oplossingen voor de vluchtelingencrisis. De zogenoemde hotspots of registratiecentra in Italië en Griekenland. Daar zouden vluchtelingen direct worden gescreend en zo nodig teruggestuurd. In ruil daarvoor beloofden andere EU-landen 160.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen. Eind november zouden ze in gebruik zijn. Griekenland zou er 5 krijgen en Italië beloofde op deze 6 locaties hotspots te bouwen. Maar alleen het centrum in Lampedusa draait nu. En al die andere hotspots functioneren nauwelijks. Op papier zou het hier achter mij allemaal moeten gaan gebeuren. Een hotspot. Een plek waar 300 vluchtelingen per dag snel te horen krijgen of ze ofwel de Europese Unie in mogen reizen, of het alternatief terug naar het land van herkomst. Nou, tot zover de theorie. Want in de praktijk gebeurt hier in het zuiden van Sicilië nog helemaal niets. Buongiorno. Questo centro già è operativo come hotspot, come centro di identificazione? Ancora no. Ancora no? Ma già sta fatto come? Che io sappia ci stanno lavorando. Stanno lavorando? Per fare ciò, perché io sappia. Dit jaar kwamen ruim 140.000 vluchtelingen Italië binnen. Het openen van de hotspots heeft volgens het land daarom echt prioriteit. I migranti riescono comunque con le loro gambe ad entrare illegalmente negli stati europei. Tutto questo noi vogliamo rispondere con quello che è sembrato essere l'unico modo per garantire una sicurezza nella movimentazione dei migranti. Op sommige aangewezen plekken staat nog niets en willen de lokale bestuurders de hotspots ook niet. Questa è l'area dove dovrebbe sorgere l'hotspot. Quel territorio dall'operazione Mare Nostrum ha già dato tanto e è l'ora che si decida di fare una politica di accoglienza diversa che tenga conto dei territori senza schiacciare i territori. En ook het doorplaatsen van vluchtelingen naar de EU lijkt amper begonnen. In Italië nu 129 en in Griekenland 30. Een fractie van de beoogde 160.000. Rivieren de ruimte geven om Nederland beter te beschermen tegen hoog water. Nijmegen weet er alles van. Het grootste project is daar in de Waal. Voor het dorp Lent is het een ingreep met grote gevolgen. Want zo zag het dorp er vroeger uit. En hier verderop zie je hoe het dorp er nu uitziet. Een deel van het dorp is verdwenen in een watergeul. En het andere deel is in een eiland veranderd. Water uit de Waal stroomt hier de nieuwe geul in. Door de extra ruimte kan de waterstand in de rivier met 30 centimeter omlaag. Bij Nijmegen is het heel smalletjes, 350 meter breed, terwijl bovenstrooms is het meer dan 1,5 kilometer. Benedenstrooms ook, dus het water moest hier in één keer door een heel smal stukje. Maar wat we nu doen eigenlijk, is eigenlijk de afvoercapaciteit bij Nijmegen eigenlijk bijna verdubbelen. Dus dan kan het water sneller Nijmegen voorbij en dan gaat het sneller richting zee en daar willen we het water hebben als het hoogwater is. Na het hoge water halverwege de jaren 90 is duidelijk, Nederland is niet meer veilig genoeg. De rivieren hebben meer ruimte nodig. Daar is niet iedereen blij mee. Frans Mix woont hier 35 jaar aan de rand van de uiterwaarden. Want zo zag het er dus uit. Ja, romantisch hè. Echt heel mooi. Boerderijtjes, rieten daken. Van groen naar steen en water. De Rijkswaterstaat zegt dat ze Nederland beschermen, hè, tegen het water van de rivieren, dat er een heleboel water uit Duitsland komt, hè, kubieke meter zussen en zo. Ja, dat zal wel zijn, maar dat kan opgelost worden op de traditionele manier van dijkverhoging. En daar hebben ze van afgezien. En dat had ook een hele grote impact betekend, misschien dan hier, misschien iets minder, maar wel in een veel groter gebied. En als je hier over de oude dijk loopt, als je daar moet bedenken dat je er een meter bovenop zou moeten leggen, ja, dat betekent ook heel veel huizen. Die je dan gaat aanraken, waar je ingewikkelde constructies moet doen, waar je mensen ook echt in de rommel zet.
Veel Lentenaren zien na de eerste bezwaren nu ook wel nieuwe kansen. Nou, watersport. Dus ik heb al gezegd van, nou, ik heb op andere plaatsen gezien. Was schitterend, waterfietsen, kanoën en dergelijke dingen. Nou, dat zou je eens prachtig kunnen doen. Rijkswaterstaat is bijna klaar met de gul van 4 kilometer lang en 8 meter diep. Ja, tijd voor het weer. Wat was het zacht vandaag? Zeker, en dat blijft het voorlopig ook nog. Sterker nog, de temperaturen gaan zelfs nog wat verder omhoog. Dit is plaatje wat aangeeft dat het vandaag aan de kust in ieder geval vrij rustig was. Maar de komende dagen krijgen we ook weer veel wind. En dat begint eigenlijk vannacht al. Dit was in de buurt van Noordwijk. Verder hadden we vandaag veel bewolking, maar ook plaatsen waar wat opklaringen voorkwamen. Nou, en deze foto die geeft eigenlijk allebei weer. Dat was in de buurt van Ridderkerk. Nou, het gaat dus weer wat regenen. We krijgen veel wind. Dat komt door dit lage drukgebied wat met gezwinde spoed langstrekt. Dat gaat allemaal met een grote vaart. En dat ligt nu inmiddels al in de buurt van Schotland. En dan gaat het verder trekken over Denemarken en dan in de richting van Finland. En dat krijgen we hier te zien. Hier zien we het lage drukgebied voorbij trekken. Er zit ook een front bij met regen. Dat passeert vannacht. En daarbij kan de wind ook even flink aantrekken. En daarna krijgen we ook een situatie met veel wind. Dat kun je zien aan deze lijntjes die dicht bij elkaar lopen. Veel wind dus in het noorden van Europa, terwijl het in het zuiden van Europa juist heel erg rustig weer is. Nou, en met die wind komt ook veel zachte lucht onze kant op. Hoge temperaturen, 16 graden in het noordwesten van Spanje, 20 bij Faro, 12 in Frankrijk en tot in Kopenhagen temperaturen in de buurt van de 10 graden. Terwijl het hier in het oosten juist wat aan het afkoelen is door koele lucht die vanuit het noorden komt. Bij ons dus regen voorlopig. En dat komt al een beetje onze kant op. Op de radar zijn de eerste tekenen al een beetje te zien hier boven Oost-Engeland. Maar het zal in de loop van de dag of in de loop van de nacht zal het gaan overtrekken. Het begint zo rond middernacht te regenen in het westen van het land. Trekt dan vervolgens vrij snel naar het oosten. En morgenochtend vanaf een uur of 6 dan begint het alweer droog te worden in het westen. Temperaturen van 7 à 8 graden, dat zijn de normale maximumtemperaturen voor deze periode. Nou, morgen. Dan begint de dag dus met regen, maar die regen trekt snel weg. Ik denk dat het om 10 uur het land al verlaten heeft. Daarna klaart het op, krijgen we een mooie zonnige periode. Temperaturen zo'n 9 à 10 graden. En na morgen opnieuw hoge temperaturen. Zaterdag 10 graden, zondag zelfs 12 graden. Dan wel kans op wat regen, dat blijft dan ook zo. En de temperaturen die blijven maar hoog. Dit was het NOS-journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Bij de politie zijn 118 agenten aan de slag gegaan zonder dat hun screening op orde was. Blijkt uit onderzoek naar de affaire van politiemol Mark M. Die worden nu met voorrang gescreend. En straks Nieuwsuur. Woningcorporaties gaan volgend jaar minder sociale huurwoningen verkopen. Er zijn anders niet genoeg huurhuizen voor asielzoekers. Straks om 10 uur op NPO 2. Ik wens je nog een heel mooie avond.